Nou ja, allereerst moet ik zeggen dat dit welkom, en echt waar, ik heb nog nooit zo spectaculair en op ritme welkom gehad. Dus nogmaals, een onwijs applaus voor onze jongen. Echt heel graag, dankjewel. Like my tennis at Wimbledon, on a fresh cut lawn with the kiss of the summer sun. Where every point one scores is punctuated by a pocket of polite applause. Whether you're on center court or you just pop down as an afterthought, the sights around the quintessential grounds keep us hanging around until Esther, wat een ontvangst, hè? Nou, ik was een beetje overdonderd, moet ik zeggen, met de hele fanfare en ja, ons drummers. Nou, dat zegt al genoeg, maar het was heel leuk, ja. Je bent gestopt met tennissen. Je besteedt je tijd nog helemaal aan de foundation? Nou, er zijn allerlei dingen die ik op dit moment doe. Ik ben eigenlijk ik ben een jaar geleden gestopt. En dit jaar, afgelopen jaar en ook wel een beetje de aankomende maanden, ga ik nog wel allerlei dingen doen om gewoon uit te proberen wat ik nou eigenlijk leuk vind. Maar een groot onderdeel daarvan is wel de foundation. Ja, om zoveel mogelijk kinderen met een handicap aan het sporten te krijgen. En eigenlijk door middel van sport ze te helpen een betere positie in de maatschappij te creëren. Ja. Dat is ook het uitgangspunt natuurlijk van die foundation. Dat is absoluut het uitgangspunt. Ja, en dat is wel. Wij hebben het afgelopen. We bestaan nu 10 jaar. En we hebben het de afgelopen 10 jaar ook echt wel geprobeerd door middel van sportclinics op methielscholen. En we willen dat eigenlijk nu breder gaan trekken. Dat we niet alleen maar die sportclinics doen, maar ook onderwijs gaan geven in voeding. Ook onderwijs gaan geven in de sociale ontwikkeling van een gehandicapt kind. En ook met name ook wel de ouders erbij te betrekken. Want dat is zo ontzettend belangrijk dat dat hele plaatje zeg maar klopt. Ja. Hoeveel mensen heb je er wel niet voor nodig om zoiets op te zetten? Op dit moment werken wij met 3 part-timers zeg maar binnen de foundation. En natuurlijk is er door mijn sportcarrière en door de 10 jaar ervaring die we al hebben en de samenwerking met bijvoorbeeld Johan Cruijff Foundation hebben we wel een netwerk om ons heen waarbij we gewoon heel veel kennis en kunde kunnen halen. Tot slot, mis je tennis? Ik mis tennis in die zin wel een beetje. Ik mis echt wel de fysieke activiteit die ik natuurlijk dagelijks had toen ik nog tenniste en nu niet meer. En ik moet zeggen dat als het dus lekker weer wordt en ik ga nu wel vaker de baan op, maar ik doe het niet vaak genoeg. Nee, dus een goed voornemen is nog steeds om toch nog wel vaker de tennisbaan op te zoeken. Ger van Os, voorzitter van Smashing. De vereniging Smashing, 25 jaar. Het is destijds begonnen. Er waren 2 tennisverenigingen, er moest een derde bij komen en de wachtlijsten waarschijnlijk te lang waren. Hoe is die vereniging gegroeid in de loop der jaren? Ja, ze zijn begonnen in 89. Ja, is logisch, hè, Smashing 89. Maar daar zijn ze begonnen op gravelbanen achter het Vrije Tijdcentrum. Dat is wel voor mijn tijd geweest. Adrie Vroenhoven heeft toen de zaak als bestuur opgenomen en is met onderhandelingen bezig geweest met de gemeente. En de gemeente had hier gemeentebanen liggen. En toen heeft de gemeente gezegd van luister eens, oké, dan nemen jullie die banen over van ons. En dan is de plek voor jullie. En sinds die tijd hebben hun kunstgras erop gelegd. En zo zijn wij van 300-400 leden heel snel met de wachtlijst doorgegroeid naar ruim 800 leden. Het is dan een beetje verdeeld over jeugd en over seniorleden? Ja, jeugd is een heel moeilijk iets in de tennissport. Ja, je ziet het nu. We zijn heel tevreden met de opkomst van de jeugd die vanmorgen al geweest is. Maar jeugd blijft moeilijk en wij zitten ongeveer op 125 jeugdleden ten opzichte van 125, 150 tot tussen 600 en 650 senioren. Leuk om Esther Vergeer ook uit te nodigen. Was dat met een bepaalde reden? Ja, mijn dochter doet atletiek en daar heb ik altijd al een zwak gehad als de specials moesten lopen. Vond ik geweldig. En sinds ik hier de opening zou krijgen en ook nog het 25 jaar jubileum, hadden wij een jaar. Wij houden altijd een jaar in een jaar, maar halen wij iets op voor, of het reumafonds of dingen. Maar deze keer had ik echt zoiets van, ik wil die gehandicapte sport. En met die gehandicapte sport, ook die kinderen moeten een kans krijgen om binnen de club te komen. En dan, ja, daar hebben ze allemaal toch wel extra begeleiding voor nodig en geld voor nodig. Dus sinds wist ik dat Esther Vergeer eigenlijk een foundation had. En de link naar Esther toe en onze tennisschool was heel makkelijk te maken. Want Rob en Mike hebben haar nog tennisles gegeven. Dus, en Rob had het mailadres nog van Esther. En zo ben ik gaan mailen. Eerst via Rob. En daarna ben ik doorgegaan. Toen heeft ze mij op een gegeven moment wel beantwoord van Ger, doe nu even via de foundation verder. En zo is het gerold. En het is gewoon een geweldige meid. En een succesvolle dag in ieder geval.
En een succesvolle dag. Hij kan al niet meer kapot. Het mooiste moet nog komen. De demo van Esther met de kinderen en mensen die gaan proberen in een rolstoel ook eens te laten zien of ze dan kunnen tennissen. Maar de dag kan niet meer kapot. Good look at the order of play and have decided who we're gonna see today. But before we wander off to court 15, we're gonna nibble through a punnet of strawberries and cream. The BBGs are busy whizzing about before a shot flashes past and a shower. You cannot be serious. The ball's on the line. I can uit eigen ervaring zeggen dat de kussentjes heerlijk zitten. Lekker. Lekker. Warm, stuk warmer dan de kool. I like my tennis at Wimbledon on a fresh coat lawn with the kiss of the summer sun. Where every ball on scores is punctuated by a pocket of polite applause. Whether you're on centre court or you just pop down as an afterthought, the sights around the quintessential grounds keep us hanging around till sundown. Ik zei net dat het tennispark goed rolstoel toegankelijk was en dat is het ook wel. Alleen merk ik nu op de tennisbaan dat dit kunstgras is. Wist ik ook wel van tevoren. Hè? Maar met heel veel zand erop. Dus het is niet een... Maar dat is goed. Ja, voor mij is dat niet helemaal lekker. Dat is geen excuus van tevoren natuurlijk. Maar als je veel zand hebt, en ik weet niet wie er wel eens met een kinderwagen op het strand is geweest. Maar dat rijdt niet heel soepel. Dus dat merk ik nu ook. Dat zodra je zeg maar niks meer rolt, dan sta je meteen stil. En dat is natuurlijk funest, dat weten jullie natuurlijk ook allemaal, dat als je stilstaat, dan kom je niet bij de bal. Dus dat wordt nog wel een uitdaging. Zeker met een headset op, dus als jullie mij horen hijgen, dan komt het daardoor. Ik hou ook mijn stoel, als je het ziet, ik gooi de bal op. En daarna hou ik mijn stoel vast. Ik heb een gedeeltelijke dwarslesie. En dat betekent dat ik niet mijn volledige balans heb. Dus als ik mijn handen boven mijn hoofd hou, of ik serveer, dan verlies ik mijn balans. En dan komt er helemaal geen kracht meer vandaan. Dus ik gooi op, ik hou weer vast voor balans. En dan pas kan ik serveren. En dan mogen straks mensen ook eens een keer oefenen in een rolstoel, hoe dit is. Hè? Goed, dat deden we ook. Sundown. I like my tennis at Wimbledon on a fresh coat lawn with the kiss of the summer sun. Where every ball and scores is punctuated by a pocket of polite applause. Whether you're on center court or you just pop down as an afterthought, the sights around the quintessential grounds keep us hanging around until sundown. I like my tennis at Wimbledon on a fresh cut lawn. With the kiss of the summer sun.